Het is volgens mij heel erg een combinatie van heel veel kleine dingen geweest. Zeg maar, zelf heb je lang gewerkt aan Wait for Evolution. Kun je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld dit wat nu gebeurt is, zeg maar, de afgelopen half jaar en toen je met die plaat bezig was, kun je bijvoorbeeld een voorbeeld schetsen van hoe je in je eentje met die plaat bezig was en dat dat compleet in schil of in contrast staat met wat je nu doet? Heb je daarvan een voorbeeld? Ja, mijn dagen zagen er meestal uit als... Ik stond dan op rond een uur of half één meestal, 's middags. En dan had ik mijn ochtendjas aan en ging naar beneden. En toen luisterde ik iets af wat ik een tijdje geleden heb gemaakt. En voor je het weet, dan hoorde ik het. En het was gewoon in de huiskamer. Ik woonde toen in een anti-krakenhuis. Heel mooi huis. En ik hoorde dat. En dan hoor je zoiets en dan krijg je gelijk ideeën. En dan ga je gelijk aan het werk. En voor je het weet is het half zes. Dan heb je nog niet ontbeten. En wat vaker gewoon was, is dat ik gewoon, ja, mijn avondeten was dan mijn ontbijt of zo. En dan ging ik daarna door en vaker gewoon tot 's nachts of zo. Alleen het verschil heel erg. Soms deed ik een week niks en soms was het een week lang gewoon elke dag weer dingen doen. Heb je dat hele proces, zeg maar, van het maken, is dat gewoon constant leuk geweest? Nee, zeker niet. Op een gegeven moment dan, als je eenmaal... Het is vaak het leukste om in het begin te zitten van de nummers te maken. Want dan krijg je allemaal ideeën en dan heb je concepten. En dan ga je daar een beetje mee aan de slag. Op een gegeven moment dan heb je het liedje zo goed als af. Of dan is het meestal dat je nog niet helemaal tevreden mee bent. En dan kan je niet je vinger op leggen wat het is. En wat het vaak was, is dat ik het te vaak had gehoord al. Dus dan dacht ik, op een gegeven moment verveel je dan gewoon met het nummer wat je hebt gemaakt. Dus dan ga je het weer veranderen. Ik heb dus gewoon een nummer, wat eigenlijk die single is geweest. Fantastic Journey of the Underground Man, die heeft al iets van 16 verschillende... Dat was Madness, of niet? Ja. Okay. De zanger van Madness, zeg je wat dat jij de man bent. Ja. Voor mij is dat het hoogtepunt. Hij kent mij niet eens. Nee. Maar... Nummers... Ja, dat nummer heeft bijvoorbeeld 17 verschillende versies of zo. Nou, ik hoor het even, 12 denk ik. Omdat ik gewoon telkens niet tevreden meer was. Op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van oké, dit is het. En dat is bij heel veel nummers geweest. Ik ben nooit tevreden geweest. Als ik nu terughoor, dan denk ik ook van... Ja, dat kan veel beter. Maar het is nu gewoon een tijdsdocument geworden, weet je wel. Het is van toen... Gewoon een soort fotoalbum. Wat? Gewoon een soort fotoalbum. Precies. Ga je nog, zeg maar, ga die platen nog een keer helemaal af? Zeg maar een keer als in een soort versie 2010 of versie 2011? Nee, dat heb ik helemaal geen zin in. Nee, dat zijn echt liedjes die... Die zijn van toen en daar ga ik helemaal niet meer naar luisteren. Ik vind wel, wat we wel doen met de band die live is, dat we daar langzamerhand andere versies van maken, omdat het gewoon gebeurt. Ja. Dat vind ik wel leuk, omdat dat houdt ook spannend voor jezelf. Dus dat doen we wel. Zeg maar, je hebt een keer ook gezegd in een interview, laat ik het anders stellen. Hoe kan het? Zeg maar, op een gegeven moment wat er met jullie gebeurd is, de afgelopen half jaar, dat je zo snel op een gegeven moment die erkenning kreeg. Is het puur omdat die plaats zo enorm goed is? Was het klimaat er ook voor? Heb je daar zelf over nagedacht? Ja, ik heb er wel over nagedacht. Het is volgens mij heel erg een combinatie van heel veel kleine dingen geweest. Voordat die plaat uit was, hebben we heel veel ervaring kunnen opdoen in de popronde. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een soort reizend festival door Nederland. En dan speel je overal, van kleine kroegen tot grote zalen. En gewoon twee of drie keer in de week. Dus we speelden toen eigenlijk evenveel als dat we nu doen. En we gingen mee met Deus bijvoorbeeld. En we hebben van die kleine dingen gedaan waardoor je en in de media komt. Vooral met dat Deus verhaal. En je, om heel veel ervaring op te doen. En heel veel mensen kenden ons toen nog niet. En heb je toch op de manier toch de tijd om heel snel heel veel beter te worden als band, als geheel. En dan komt die plaat uit precies rond Noorderslag. En dan gonst het al een beetje, volgens mij, rondom onze naam. En toen hoorde ik dat iedereen... Toen kreeg ik een beetje mee dat heel veel boekers en al die programmeurs... die wilden graag ons zien. Omdat ze veel hadden gehoord, zeg maar. Het komt allemaal die kleine dingen die ervoor zijn gebeurd. En als je dan op... Dat is. Yeah, I got the madness on my... The best sense I've ever heard. Bedders, no hiding. This man is talking more sense
that you will ever have. Beverly, come over here. Beverly, Miss Beverly. Come and see Beverly for a second. The most beautiful person I've seen in quite some time. This is Beverly. Sorry. Yeah. Sorry, Beverly, go on. Okay, everybody's on the knee. You almost had my knee in your ass. Beverly, Bennett! Hope this chair doesn't collapse. Nothing. Good smile. Calling me a chair, man? Shit. Beverly, go and get some dinner. Sorry, what were you saying? I don't know. You put me off there, man. No, 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 I didn't. Can't possibly. Have I put him off? A little bit, maybe. I'm sorry, know. Yeah. I do apologize. Please carry on. Cheers, man. Thank you for the hot ass on my Boekers. Boekers.